als ik gewoon dagelijks in een pak naar mijn werk zou moeten gaan, is gewoon niet wie ik ben. En mijn kwaliteiten zitten niet in hoe ik eruit zie of dat zit in gewoon wat je kan brengen voor een bedrijf of voor een werkzoekende. Ja, we zijn zo'n 3,5 jaar geleden samen begonnen, Lennart en ik. En hebben we de mogelijkheid gekregen om voor onszelf op te gaan starten. En dan ga je toch met elkaar eens kletsen van joh, waar liggen de mogelijkheden? We gaan veel liever voor de kwaliteit van een plaatsing en ook de toekomstbestendigheid van de samenwerking. Dan dat we voor de quick wins gaan. Mensen die hier altijd naar binnen komen en dan ook altijd zeggen van joh, het maakt me niks uit wat ik doe. Of ik wil van alles doen. En dan ben ik altijd op zoek naar datgene van wat diegene nou echt leuk vindt om te doen. Kun je hem ook van A naar B helpen. En dan gaat hij lachend naar zijn werk heen en dan gaat hij ook lachend weer naar huis. Ik draag eigenlijk super graag sneakers. Ik verzamel ze ook. Het is een beetje een passie voor mij. Soms wordt er wel eens bijzonder naar gekeken, maar het is gewoon wie ik ben. En ik voel me er prettig op. Ik hou ze super netjes, dus het ziet er voor mijn gevoel ook altijd gewoon heel fancy uit. Dit is een steek, een carnavalsteek. Ik ben een ras-echte boeskoolman. Ja, dit is wel een uitlaatklep die ik heb. En ook een mooie samenhang met datgene van wat ik dagelijks doe, is dat we met carnaval ook de verbinding zoeken. Daar spreek je heel veel mensen, daar praat je met veel mensen en we maken het allemaal gezellig met elkaar. Nou ja, we zijn ook best goed om in het feit dat we de lokale ondernemers hier proberen te steunen door regelmatig te lunchen hier in de stad. We zijn ook wel hier vaak aanwezig. Deventer is voor ons wel een plek geworden waar we ons echt heel fijn voelen. En ondanks de afstand die we elke dag rijden, is het toch altijd wel weer een thuiskomen als we hier in Deventer zijn. Over de IJssel, over de brug. Ja, dat is toch wel een fenomeen en dat zeggen we altijd. Je kunt nog zo ver gereden hebben. Maar het moment dat je over deze brug rijdt en je gaat over de IJssel, dan zijn we thuis. Thuis. En dat is een fantastisch gevoel.